Hallo Nick, wat gaan wij hier doen vandaag? We zijn vandaag bij de Post E3 van Nintendo. En zoals je ziet, het staat helemaal vol met Nintendo. Dus we gaan eens even de nieuwste games die op E3 zijn getoond. Gaan eens even kijken hoe dat hier is. Dus gaan we spelen. En wat gaan wij spelen? Want we hebben net een rondje gemaakt, we hebben gezien. Ja, wat mij het beste bij blijft is toch Super Smash. Er staat hier voor de 3DS en ook voor de Wii U. En dat is toch wel een van mijn favorieten van de E3 geweest. En natuurlijk Platoon. En ja, nog wat andere dingetjes wat ik hier zo zie. Ja, heb je er zin in? Zeker, jij ook, Timo? Ja, zeker. Mooi. En dan gaan we zo even chillen. Natuurlijk krijg je nog veel meer beelden te zien, maar dit is even kijk, de inleiding. Kijk, dit is even de lekkere hapjes, hè? We gaan even aan de lekkere hapjes. Inderdaad. Dus inderdaad, jullie zien ze dadelijk meer, dus... Mooi. We hebben een helse reis achter de rug. Ja, van 2,5 uur of zo, hè? We zijn hoe laat weggegaan? 7 uur, hè? En het is nu 10 uur, dus 3 uurtjes zijn we onderweg geweest. Ja, sick. Maar goed, mooi. Dus we zijn er eindelijk, dus we kunnen eigenlijk beginnen. Ik heb net Platoon gespeeld, de beelden heb je waarschijnlijk al gezien. Het is een beetje een vage paintball aan drugs, zo zou ik het eigenlijk noemen. Ik zit af en toe weer te kijken wat ze zitten te spelen. En ik moet zeggen, het is echt een heel leuk spel. Timo heeft er mij laatst niet gespeeld. Maar Platoon, ja, een shooter. Een van de eerste shooters volgens mij op de Wii U. Qua dit soort dingen, lekker cartoony, lekker random, heel veel chaos. Geweldig. Ik zou zeggen, als je de kans krijgt om deze te spelen, vooral ook omdat je hier, ja, je kunt daar natuurlijk spelen, maar het is echt wel, dat is alles voor wat te zeggen. Ja, wat Nick dus wil zeggen is dat Splatoon is dus een shooter, third person, en de bedoeling is dat je dus de grond jouw kleur inkt moet geven. Je hebt het inkt op je rug en het is de bedoeling om dus op zoveel mogelijk turf te maken, dus laten merken met jouw kleur inkt wat jouw inkt is. Het speelt online 4 tegen 4. En ja, het is gewoon dus echt de bedoeling zoveel mogelijk inkt. Je kunt ook veranderen in een inktvis. Ja, inkt en inktvis gaat gewoon heel goed samen. Dus ja, en dan als inktvis moet je dan je inkt opladen. Want je hebt maar een beperkt aantal inkt op je rug. In een mooie tube en dat zit helemaal vol met inkt. Maar als het op is, dan moet je dus als inktvis al je inkt verzamelen weer. En dat doe je door je eigen inkt heen te zwemmen. De tegenstander is ook bezig met inkt aan het schieten. Ja, dan is het de bedoeling er niet in gaan staan, want dan ga je door. Ja, het zijn korte, snelle potjes. Het is gewoon heel erg de bedoeling dus om zoveel mogelijk turf te maken. En dat is een beetje Splatoon. Het ziet er echt een beetje uit als de blob, het idee. Alleen dan nu dus multiplayer. En dat is best wel erg interessant. Soldiers 2 gespeeld, een RTS Tower Defense game. Ja, natuurlijk, het is wel een vervolg. Dus heel veel anders dan die andere is het niet. Maar het is wel heel geëindig op de Wii U. Doordat je dus met je Wii U pad werkt gewoon een beetje als een muis. Veel RTS games zijn gewoon met muis en dat is gewoon heel fijn. RTS er gewoon voor, met muis en zo.
Maar met de pad kun je veel sneller werken dan eigenlijk met de muis. Omdat je gewoon zelf kan touchen van oké, hier, daar en daar en daar. Oké, en dan eventjes dat doen. En... ja, de pad werkt daar heel goed bij. En eigenlijk vind ik het een van de eerste games die echt die pad gewoon 100% benut. Door gewoon eigenlijk een soort muisfunctie te gebruiken. Ja, dan ga je zeggen, ja, maar bij andere games, ja, oké, bij andere games werkt het ook wel, maar als muisfunctie vind ik hem wel heel fijn, de pad zelf. Dan kun je veel meer sneller zijn, en als dit ook andere RTS naar deze console, dus naar de Wii U kan brengen, ben ik heel erg benieuwd naar welke RTS zou daar nog beter kunnen werken. Hey, je bent Redbeard en je moet Blackbeard moet je verslaan, en ja, het is echt wel geniaal, het speelt zich af links naar rechts, 2D, ja, veel kun je daar niet van zeggen. Je hebt gewoon een x-aantal soldiers en je moet je minions maken, je moet goudmijnen, je moet mana creëren. Ja, dit doe je door een toren en als jij een bepaald punt hebt ingenomen, dan kun je daar nog weer een toren, een defense toren bouwen. Allemaal op zich leuk, maar gewoon het snelle RTS gevoel zit in de game, waardoor het gewoon echt een lijpe game wordt. Dit was het voor Soldiers 2. En ja, we gaan gauw alweer nieuwe games spelen, want we hebben nog heel veel vol. Super Smash Bros. 3 voor de 3DS. Yes. Je hebt hem gespeeld. Inderdaad. En het heeft, Super Smash is natuurlijk ook op de Wii U. Deze Super Smash voor de 3DS heeft natuurlijk wel wat anders erbij. En dat is de Super Smash Run. Of tenminste, het heeft volgens mij de Smash Run iets in die richting. Speedrun. Speedrun, ja. Het moet dus, het is eigenlijk heel arcade-achtig. Want je moet de enemies moet natuurlijk gewoon verslaan. Dat, zoals normaal eigenlijk. Alleen daarvoor... heb je dus een soort van mode, je moet allemaal van die kleine minions, denk echt gewoon alle Nintendo karakters, echt gewoon die in Mario zitten en dat soort dingen, die moet je verslaan, daar komen power-ups van. Dus hoe meer je er verslaat, hoe meer power-ups. Heb je dat allemaal gehad, dan na een tijdje, je hebt volgens mij iets van 5 minuten de tijd, je kan de tijd extenden door die power-ups dus, is dat gelukt. Dan heb jij dus een 4 free-for-all mode. Oftewel, je moet tegen 3 anderen met je free-for-all gaan spelen. En dat is dus alleen op de DS. Het is de 300% damage. Dus iedereen begint gelijk met 300% damage. Dat betekent 1 attack en hij is weg. Dus je bent gewoon dood. En dat is lachen. Mijn tactiek was gewoon op 1 punt staan. Alleen maar omhoog slaan. Iedereen vliegt weg. Dus ja, dat is echt wel zo'n beetje. Het is verder niet heel erg bijzonder. Het is voor mij wel iets omdat ik gewoon heel erg Super Smash fan ben. Is het wel iets om... Super Smash voor de DS te halen en om een DS te halen, 3DS natuurlijk, of een 2DS, dat maakt niet zo uit. Kutbus. Utrecht is druk. Nee, maar ik denk dat dit wel een goede selling point kan zijn voor de 3DS. Vooral de mensen die heel veel Super Smash Brawl en Super Smash Bros. Melee hebben gespeeld, die gaan dit echt wel leuk vinden.